Onze provincie staat er niet zo best op. Want de opvang van statushouders, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Wat zijn de obstakels en wat is eraan te doen? De wegenwacht is loeidruk. Onze auto's houden niet zo van kou. Nummer 1 is toch vaak het accuprobleem. En ze stuiten ook op een nieuw probleem. En ondertussen dooit het, maar zolang dit nog kon vandaag, namen we het ruim. Je denkt, oh, ik zak er zo doorheen. Maar ja, het is hartstikke mooi. Ze hebben het zo mooi gedaan hier, dus heel leuk. Goedenavond, we beginnen met het laatste nieuws. Dat komt uit het provinciehuis in Arnhem. Daar is het allesbehalve gezellig, blijkt uit intern onderzoek dat net is verschenen. Provincie wordt in het onderzoek vergeleken met andere organisaties. En op ongewenst gedrag scoort de provincie in die vergelijking slecht. Er is bovengemiddeld veel ongepast gedrag. Het gaat onder meer om pestgedrag en mondelinge agressie. En op die meldingen wordt volgens de melders niet altijd even adequaat gereageerd. Dat staat allemaal in onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie. De gedeputeerde Peter Drent zegt in een eerste reactie dat het beeld niet vrij is. En hij wil dat er een plan van aanpak komt en dat er snel wordt ingegrepen. Dit onderzoek staat los van het mogelijk grensoverschrijdend gedrag door commissaris van de Koning John Berends. Dat onderzoek is pas rond de zomer klaar. Dan statushouders, dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Echt een eigen leven starten hier, dat gaat allesbehalve makkelijk. Gemeenten in onze provincie zorgen niet goed genoeg voor statushouders, blijkt uit onderzoek van onze redactie. Het schiet tekort bij het regelen van huizen voor ze. En het blijkt dat de doelen die er zijn vaak niet worden gehaald. We gaan naar onze redactie, naar verslaggever Sonja Boom. Sonja, jij bent vandaag in die cijfers gedoken. Hoe slecht staat Gelderland erop? Ja, Mart, maar liefst 3/4 van alle Gelderse gemeenten is er vorig jaar niet in geslaagd om woningen te realiseren voor statushouders. Gemeente Oldebroek die springt daar bovenuit met de belangrijkste reden, het huizentekort. Daar is ook sprake van de grootste achterstand. De gemeenten doen wat ze kunnen, maar ook als er wel woningen beschikbaar zijn of terreinen, lopen ze tegen allerlei obstakels aan. Zoals ook het geval was in Epe vorig jaar zomer, waar woonunits gepland stonden. Het gaat om dit gebied, net buiten de bebouwde kom in Epe, waar nu coniferen tijdelijk worden gekweekt, maar eigenlijk woonunits gerealiseerd zouden moeten worden, totdat bleek dat ze niet aangesloten konden worden op het stroomnetwerk. Daar zouden dus al 10 units voor statushouders geplaatst kunnen worden. Dus we hadden, op het moment dat het allemaal door was gegaan, hadden we een heel ander gesprek gehad nu. Je ziet dat je continu tegen muren aan het oplopen bent. Je doorloopt die processen heel goed en vervolgens krijg je toch dit te horen. Ja, tuurlijk doet dat zeer. Ja, het bouwen of geschikt maken van woningen is een moeilijke opgave. En de groep woningzoekenden enorm groot natuurlijk. Want niet alleen statushouders, maar ook alleenstaanden. En ook jongeren in gemeenten die zoeken natuurlijk allemaal woning. Ja, inderdaad. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, Sonja. Wat kunnen gemeenten nou wel doen om dat woonaanbod een beetje te vergroten nog? Ja, dat is zoeken, maar ze moeten wel wat doen. Want zij zijn verantwoordelijk voor de opvang van dus deze statushouders met een goede woning. En de provincie ziet daar ook op toe. Nou, die spraken wij vanmiddag ook. En die hebben nog wel een aantal ideeën, oplossingen, hoe dat misschien beter kan. Te denken valt aan eensgezinswoningen, waar nu veelal mensen alleen terechtkomen, statushouders. Terwijl, als je die woningen opdeelt in 3 of 4 eenheden, je eigenlijk veel meer mensen kwijt kunt. En er valt ook te denken aan hotels, om daar niet meer zoveel geld in te investeren. Ik vind het wel jammer dat er dan heel veel geld wordt besteed aan onderkomens in hotels. Dat is een hele dure oplossing, want ik wil graag structurele oplossingen. Geld dat gemeenten ook woningen kunnen realiseren, niet alleen voor statushouders, maar voor de volle breedte van de samenleving, om iedereen in Gelderland een plek te geven die ze ook verdienen. Ja, overigens is er ook positief nieuws, want het totaal aantal statushouders dat gehuisvest is, is wel gestegen ten aanzien van vorig jaar. En voor wat betreft ons eigen onderzoek blijkt dat 13 Gelderse gemeenten het wel goed doen. En dat is onder meer Ermelo, Oost-Gelre. Dankjewel voor je uitleg, Sonja. En hoe is het precies geregeld in uw gemeente met statushouders? Bij ons online hebben we een interactieve kaart. Kunt u het allemaal zien en ontdekken. gld.nl of gebruik onze app. Dan de kou voor zolang het nog duurt, want het wordt langzaam boven nul en dus kwakkelt het buiten en kan het glad zijn vanavond. Wees dus gewaarschuwd daarvoor. Schaatsliefhebbers die wisten dat dit voorlopig de laatste dag was. En dus namen ze het ervan, zoals hier op de Venne bij Overasselt, nog even genieten voor het gaat dooien. We dachten, dan gaan we lekker vroeg, wanneer het ijs nog lekker goed bevroren is, ja. Zullen we niet doorheen kunnen zakken. En ook hier op de ijsbaan in Ulft werd nog lekker geschaatst.
Je hoort het kraken, vind ik ook best wel spannend. Het is natuurlijk helemaal niet diep hier. Maar ja, je denkt wel, oh, ik zak er zo doorheen. Maar ja, het is hartstikke mooi. Ze hebben het zo mooi gedaan hier, dus heel leuk. Voor sommige dieren zorgde het ijs vandaag voor problemen, zoals voor deze Schotse hooglander in natuurgebied De Zumpen bij Doetinchem. Hij kon niet meer zelf van het gladde ijs af, maar gelukkig, zoals u ziet, schoot de brandweer daar te hulp. Nou, na vandaag is het voorlopig over en uit met de pret, want het kwik stijgt dus. Maar de winter duurt natuurlijk nog lang, dus mogelijk krijgen we binnenkort gewoon weer een nieuwe kans. En meer van dit soort plaatjes. Dat de vrieskoue langzaam verdwijnt, dat betekent ook iets meer lucht voor de helden van de Wegenwacht. Voor hen is het alle hens aan dek geweest, ook vandaag nog. Nou, we zijn net terug van een pechmelding met een accu. Dat is toch wel een heel belangrijk dingetje. En nog steeds is het topdrukte door de kou bij de Wegenwacht. En één klassiek probleem wordt vaak gemeld. Nummer één is toch vaak het accuprobleem. Om accuproblemen te voorkomen kan je wat langer stuk gaan rijden. Dan wordt de accu wat beter bijgeladen. En rij je elektrisch, dan merk je dat de kou ook invloed heeft. Zet de auto alvast aan als hij nog aan het laden is. Want warmt hij op via stroom van de paal. En dat gebruikt hij dan om de auto op te warmen. Dat scheelt ook weer stroom voor onderweg. En dan heb je ook wat meer stroom over voor in de accu. Tip 3. Hou je auto goed schoon. Dit is antivries in een spuitbus. En dat werkt vele malen makkelijker als een ijskrabber. En zorg ervoor dat je sloot een beetje invet. En dan heb je de deur zo open, ook al is het min 10. Ik zie dat ik mijn koffiezetapparaat voor onderweg ook even moet ontdooien. Het leukste aan dit beroep is, de mensen zijn altijd blij als je aankomt rijden en dan de mensen weer op weg helpt. En heeft iedereen een koffiezetapparaat mee? Niet iedere wegenwacht heeft een koffiezetapparaat mee. Maar als je mij treft, dan kan je een bak koffie krijgen. En zometeen nog meer winterse beelden. We zijn in dierentuin Burgers Zoo in Arnhem. Ze hebben daar ook allerlei tropische dieren en die worden extra vertroeteld. Die liggen daar heerlijk, ja, net als bij de warme kachel. En hoe ze dat doen, dat hoort u zo meteen. Eerst een flinke meevaller waarschijnlijk voor de provincie Gelderland. 23 miljoen euro krijgen ze mogelijk bijgeschreven. En dat komt door dit energiebedrijf, Alliander. Het wil een dochteronderneming verkopen voor honderden miljoenen. Nou, een groot deel van het geld wordt gebruikt voor investeringen, maar de rest gaat naar de aandeelhouders. En de provincie Gelderland is de grootste aandeelhouder. Nou, wat de provincie met dat geld nou precies gaat doen, dat is nog niet bekend. En verdrietig nieuws uit de atletiekwereld, want atleet Tom van Beuzekom uit Bredevoort is overleden. Hij was lange afstandsloper van atletiekvereniging De Liemers en liep bijvoorbeeld 5 marathons. Hij had slokdarmkanker en over die tegenslag vertelde hij onder meer in een boek over zijn leven. Tom van Beuzekom was 33. Iemand die HIV heeft, wordt vaak nog altijd met de nek aangekeken. Niet alleen door mensen die eigenlijk niets van dat virus afweten, maar ook door mensen die eigenlijk beter zouden moeten weten, zoals zorgprofessionals. Zo blijkt uit recent onderzoek. Nou, wat dat doet met HIV-patiënten, dat is nu te zien in een expositie in het Nijmeegse Radboud UMC. Ik had zo graag gewild dat mijn ouders me konden omarmen en tegen me konden zeggen, we houden van je. Om wie je bent. Ik heb mensen gefotografeerd die niet open zijn over hun HIV. Met daarbij een quote waarom ze niet open zijn. En dat zijn gruwelijke verhalen. Marjolein Annegarn heeft zelf HIV en weet dus hoe dat is. Het doet heel veel als je zegt dat je HIV hebt bij mensen. En wij ondervinden best wel veel vooroordelen. En dat is niet altijd makkelijk. Zelfs onder zorgpersoneel leven er nog veel verouderde ideeën rondom de overdraagbaarheid van HIV. Terwijl met de juiste behandeling het virus dusdanig geremd wordt dat het niet eens meetbaar is in het bloed. En dan is het ook niet meer besmettelijk. Dus als dat niet aantoonbaar is, is het HIV-virus ook niet meer overdraagbaar. En dat is natuurlijk een hele belangrijke boodschap. Maar dat is nog steeds niet echt doorgedrongen bij het grote publiek. Die hebben nog steeds beelden van HIV in de jaren 80 en 90. Stervende mensen, uitgemergelde mensen. Mijn ouders die weten nog steeds niet dat ik HIV-positief ben. Ze zitten nog op het niveau van kennis toen Freddie Mercury overleed. De ene dag maakte hij bekend dat hij HIV heeft en de volgende dag was hij dood. Marjolein hoopt dat met de foto-expositie het stigma rondom HIV-patiënten verdwijnt. Zodat dat voor ons gewoon makkelijk wordt om te zeggen, ja, ik heb HIV net zo makkelijk als dat je zou zeggen ik heb kanker of ik heb diabetes. En dat je dan ook de steun kunt krijgen die je zo graag hebt als je ziek bent. En zelf kijken naar de tentoonstelling, dat kan nog tot en met begin februari.
Dan nog even terug naar de kou, want inmiddels is het dus weer een beetje aan het opwarmen in onze provincie en boven nul. Maar de hele dag was het bibberen, ook in Dierentuin Burgerszoo in Arnhem. Ja, en hoe zorg je er nou voor dat tropische dieren die dit allemaal niet gewend zijn, niet het loodje leggen? In die grot, daar liggen de tijgers heel vaak, want daar hebben we vloerverwarming aangebracht en muurverwarming. En dan hebben ze vaak zelf de keuze, hè, door middel van een openstaand luik of ze even een frisse neus gaan halen. En kunnen ze zelf eventueel de thermostaat hoger of lager zetten? Dat kunnen ze niet. Dan zien we toch wel op een gegeven moment, ja, dat ze dan toch wel graag bij de warme kachel binnen liggen. Kunnen dieren ook verkouden worden bijvoorbeeld? Jazeker. Ze kunnen wel tegen die kou. Dus dat vond ik zo bijzonder. Ze wel tegen de kou, hoe weet je dat nou? Nou, dat zie ik toch nu. Ze hebben verwarmd binnenverblijf, hè? Ja, maar ze staan buiten. Nu wel. Ze weten dat ze nu in beeld zijn, daarom zijn ze even naar buiten gegaan. En eventjes voor deze 5 minuten en dan gaan ze als een gek weer naar binnen. Is het niet zo koud om tieren koeken? Nee. Moet ze warm aanzien dan past dat. Maar u heeft een lekkere warme muts op, maar die beesten hebben geen mutsen. Ja, moet ze kopen. De wolharige mammoet, die hebben over ijskoude toendra's hier rondgetrokken. Dus dat is niet echt? Als het echt langdurig nachtvorst geeft en zo, ja, dan moeten wij een aantal of alle dieren zelfs naar binnen halen. Ik heb een collega die is sergeant in het leger en die zegt altijd tegen zijn mannen: jongens, als de pinguïns van Burgers naar binnen moeten, dan is het koud. En die stonden nog buiten. Hoe het verder gaat met het winterweer, dat hoort u zo meteen van Raymond Klaassen. Ondertussen is het laatste nieuws natuurlijk te volgen bij ons online. Zoals dit verhaal. Een bijzondere botsing in Lunteren. Iets met een oldtimer, een brommobiel en een puzzeltocht. Het hele verhaal op gld.nl of open nu onze app. Een mooie avond. Goeiedag. Ja, een prachtige natuur, ijs, schaatsbaan hier in de omgeving van Nijmegen. Op veel plaatsen wordt er geschaatst. Was natuurlijk weer een zeer koude nacht. En voor sommigen was het, ja, misschien wel een van de eerste keren. Kunnen we hier ook mooi zien. De komende dagen, ja, wordt het ijs toch echt wel minder. Want de temperaturen die gaan omhoog. En vandaag was dat al te merken. Afgelopen nacht werd het nog bijna -10 in het oosten van Gelderland. Komende nacht zal dat echt niet het geval zijn. En dat heeft te maken met bewolking dat vanuit het noorden de regio is binnengekomen en voorlopig ook aanwezig zal zijn. En ik zie het hier. Bewolking kan soms net even dik genoeg zijn voor een spatje motregen. Vanavond zou dat misschien wel eens tot lokaal gladde wegen kunnen leiden. Zeker op wegen waar niet gestrooid is. Als er dan wat motregen valt op die koude oppervlakte, dan bevriest dat en kan het goed glad worden. Morgen is er ook veel bewolking aanwezig. Blijft het zo goed als overal droog, hoewel ook dan wel een spatje motregen mogelijk is. En in het weekeinde moeten we rekening gaan houden met buien. En vanaf zondag, maandag kunnen dat ook echt winterse buien gaan worden. Nou, vanavond dus die bewolking. Temperatuur die ligt in de nacht tussen de -1 en -3 graden nog steeds wel. En zoals gezegd misschien wel een spatje regen of motregen. Geen grote hoeveelheden, lang niet overal. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Als u neerslag ervaart, hou er dan rekening mee dat het ook glad kan worden. En morgen overdag ook die bewolking. In de middag wordt het dan 1 tot 3 graden. En dan waait er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En de dagen erna nog steeds die temperaturen boven het vriespunt. Alleen in de nachten kan het zo af en toe nog eventjes vriezen of is het rond het vriespunt. En dat betekent dat we met name begin volgende week rekening moeten gaan houden met winterse neerslag. Af en toe een natte sneeuwbui of een sneeuwbui. Dat is allemaal mogelijk. Nog een fijne dag.